Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Achter mij, aan die kant, zien we de action. We hebben namelijk gehoord van heel veel van jullie in de Instagram DM, @PireTeamDelft, dat de Action weer vuurwerk is gaan verkopen. Nou is dat niet heel erg boeiend eigenlijk, want we zien dat de meeste winkels ten eerste heel erg duur zijn en ten tweede de kwaliteit wat ze hebben heel erg slecht is. Heel veel van jullie hebben gezegd dat je hier heel goedkoop vuurwerk hebt liggen, waaronder knetterlinten voor 2 euro, nieuw vuurwerk en dat het echt de moeite waard is. Dus wij dachten, weet je wat, we gaan gewoon even 's avonds hier naartoe in de mall in Den Haag. Naar de Action toe, gelijk even inslaan en afsteken voor jullie. We gaan even naar binnen, kijken of het echt de moeite waard is. Misschien hebben ze helemaal niks meer. Let's go. Zoals jullie zien, jongens, staan we bij de schappen. En zoals ik net ook al heb gezegd, heel veel nieuw vuurwerk. We gaan proberen alles te halen wat hier ligt aan nieuw vuurwerk. Behalve de sterretjes, geen knalerwten natuurlijk. Of nemen we ze wel mee? Nee, ik zal ze meenemen. We nemen alles gewoon mee. Kijk, crackling kids. Zo. 4 euro voor een pak. Ook niet heel duur, toch? Nee. Maar wat ook grappig is, zijn deze knettenlinten. 24 stuks voor 2 euro. Geen geld. Het is wel goedkoper dan wat we tegenwoordig zien, toch? Zeker. Wat is deze al des? Dus kijk, dit is het Fireworks Showbag pakket. Ik moet je zeggen, die prijzen vallen echt mee. Want we zijn heel erg kritisch geweest de afgelopen tijd op de winkels, omdat vuurwerk veel duurder is geworden. Maar wat hier ligt aan prijzen, daar verbaas ik me best wel over. Ja? Zeker. Nee, gewoon 4 euro voor zo'n crackling shot zijn een beetje ja, ouderwetse prijzen hoe wij ze gewend waren. Ja? Of de nette linten voor 2 euro voor een pakje. Hé, hey, wat is dit dan? Ook 2 euro. Nee, maar wat betaalden wij hiervoor nou? Af een paar dagen geleden waren we natuurlijk bij het tuincentrum. We betaalden daar 6, 7 euro voor. 6, 7 euro voor dit. Dus en dit 2 is euro. 2 euro. We gaan alles even op locatie afsteken. Kijken of het qua kwaliteit ook de moeite waard is. Dan zien jullie ons zo meteen weer op locatie. We hebben deze, de Crackling Wonders. 2 euro, klopt. We hebben alles wat hier ligt voor 31 euro. Nou, we hebben de afgelopen tijd wel meer uitgegeven voor minder. Ja, jongens, we zijn op locatie, zoals afgesproken. Laten we maar beginnen met knetterlinten, want daar ben ik super benieuwd naar. Ze zijn namelijk van Leslie, zoals ik al zei. En weet je welke ook van Leslie zijn? Van welke supermarkt? Aldi. Aldi, inderdaad. En die zijn altijd wel goed. Alleen die van vorig jaar batch niet. Ik hoop het, man, dat het echt een goede is. Oh my god. Jongens, knetterlinten van de Action zijn ook niet echt de moeite waard. Nu gaan we deze even proberen. De Crackling Wonders. Die waren dus maar 2 euro, toch? Of was het? Zo niet te laat. Op zich wel de moeite waard deze, toch? Die van vorige keer al helemaal. Maar ik vind deze wel de moeite waard voor de prijs. Ze zijn beter dan de knetterlinten in ieder geval. Oh. Gooi er eens een paar hier dan. Yo. Deze zijn goed, man. Deze zijn echt goed. Nog eentje. Om wat af te leren. Ik vind het best hard. Dat is kap 1, hè? Kijk, het is overduidelijk, jongens. Deze zijn zeker de moeite waard. De Crackling Wonders van de Action. Het is een wonder. De Crackling Kings. Die waren 4 euro voor 6 stuks. Dat weet hij nog goed. We hebben rode en zilveren. Is dat zo? Ja. Zo zien ze eruit. Lijkt wel op een tunneking. Kartonnen onderkantje. En die fluiten. Die knetter die er vanaf komt. Hier, en die flat.
Eerlijk. Bro, die zijn wel hard hoor, die flaatjes. Activist. Waar ik ook heel erg benieuwd naar ben, en we staan speciaal voor jullie even in deze tunnel om goed licht te hebben, is dit fonteinenpakket. Het zijn verschillende dingen. En tot nu toe, alles wat van wat Cat 1 is... Dat is het allemaal. Dat valt dus niet... Dat stelt geen teleur. Schiet in je gezicht, Thunder King. Ja, dat is gewoon een... Kijk deze, hoe groot die is. Wat houdt deze in? Want die zijn echt groot. Ik vind het niet teleurstellen, man. Power fountains zijn dit, jongens. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, jammer dat hier dan geen kerkling bij zit. Zo snel zeg je dat. Ik verwacht het niet meer. Laat zien dat ze zo klein zijn, toch? Ja, dat is jammer. Dat is dan wel weer jammer. Wat hebben we hier? Wil je hem even laten? Tuurlijk. Ja, wist je wat geen knallen of niet? Nee. Oh nee hoor. Crackling crackers. Dus daar zijn we heel erg benieuwd naar. Want we deze eerst gemaakt hebben. Wow. Die doet zijn naam geen eer aan. Eerlijk? King Diamond. De Pyrobot box. Nou, wat dit. Op zich best wel een mooi pakket, man. De Equalizers van Fruity Loops. Stelt echt niet teleur, jongen. Hij maakt een heksenkring, uiteraard. Zo, hey, echt. Nou, die zijn dus echt niet slecht. Het is allemaal een beetje hetzelfde. Oh, ik zet in het vlammetje heel laag de hele tijd. Dan deed ik niet zo goed. Wauw. Nog eentje? Dat kan hoor. Ja, ja nee, dat knettert niks. Oh nee, komt goed. Ik zie er super super uit, maar ik vind het heel eng. We pakken even één zo'n pruttellintjes. Oh. Die leggen we even onder de tunnel. Is het dan wel de moeite waard? Nee, ook niet. We hebben net... Zo. Hey, maar dat valt dan wel weer... Zo, kijk eens naar boven. Zo. Ja jongens, dat was weer de video voor vandaag. Als je het mij vraagt, er zijn verschillende producten van de Action zeker de moeite waard. Waaronder die kleine dingen, die van 4 euro dat pakket, crackling crackers. Zou ik zeker halen als jullie een Action in de buurt hebben. Er zijn dus nieuwe regels omtrent categorie 1 vuurwerk. Alleen zien we dus dat het heel moeilijk is om nog de goede producten bij de winkels te kunnen vinden. Zo hebben we dus nu bij de Action een paar leuke producten gevonden. Mochten jullie nog tips hebben, laat het achter in de reacties. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En wij gaan... Eén deze dagen een trip maken, jongens. Dus komende zondag zien jullie waarschijnlijk gewoon bijna live een tripvideo, of niet? Let's go.